Dames en heren, we zijn weer terug bij Agora. Althans, u bent ook helemaal niet weg geweest, dus wat stuur ik nou eigenlijk weer? Maar ik heb andere gasten. En een aantal dingen die ik met Quincy net heb besproken, willen deze gasten ook graag op reageren. Hier meteen naast mij zit Bea Ierik. Ze is fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Amsterdam. Welkom, Bea. En daarnaast zit Alon. Dag, Alon. Hoe is het? Goed. Mooi. En je hebt je moeder meegebracht. Daar zijn we heel blij om. En dat is Jardena Chitriet. En zij werkt bij de gemeente Amsterdam. En de afdeling jeugdwelzijnzaken. Of hoe heet het eigenlijk? Jeugdzaken. Jeugdzaken. Van de afdeling Welzijn Amsterdam. Precies, dat is de formele titel. En jullie hadden allebei de behoefte om nog even te reageren op waar we het net over hadden. Jongeren, het verschil tussen jong en oud. En dat ook een beetje in een politieke context. Jij werkt met jongeren. Jij zit in de politiek. En jij maakt je natuurlijk zorgen dan wel. Bent zeer betrokken bij jongeren. Bea, Quincy zegt van ja, er is een groot verschil tussen oud en jong. Waar zit volgens jou dat verschil in? Volgens mij niet in de politiek zelf. De Partij van de Arbeid heeft een jongerenafdeling, Jong Socialisten. Wij in Amsterdam hebben 400 leden, de grootste jongerenorganisatie politiek in het land. Dat zijn er toch maar 400 die hun handtekening onder het lidmaatschap hebben gezet en regelmatig komen. Maar vind je dat niet verontrustend van zo'n jongen als Quincy, die dus heel actief is, hè, en debatten doet en in zich veel verschillende kringen beweegt? Dat hij zegt van politieke partijen, dat vind ik helemaal niks. Nou, toen ik zo oud was, ik nam aan dat hij jonger dan 28 was, ja. Was ik ook nergens lid van. Toen deed ik wat in de rechtswinkel en andere zaken, maar politiek, dat was een beetje op afstand. Dus wat niet is, kan komen. Gelukkig zijn er, zoals bij ons in de fractie, mensen als Amma, die Elvira niet, maar Fatima weer wel, die... Ja, ruim voor hun 30ste bereid zijn de raad in te gaan. Dus het verschilt gewoon waar je zin in hebt. Ja. Ja, Dana, wat is jouw visie erop? Jij werkt veel met jongeren, hè? Je maakt veel beleid voor jongeren. Wat is het verschil tussen jong en oud? Dat die ene is jong en die andere is oud. Meen je dat nou? Ik denk dat wij maken problemen van. De ouderen, de volwassenen. Ja. Toen wij in die leeftijd waren... Dan waren wij nog ook niet in politiek geïnteresseerd. Sommigen van ons. We zijn niet oud. Je ziet geen verschil tussen... Als ik kijk naar mijn jeugd. Ik ben 37. Ja. En ik vind er echt een verschil. Zeg maar hoe ik... Hè, dat was bijna vanzelfsprekend. Als je een beetje bewust was. Dat je dan al heel snel naar een politieke partij ging. Ja, maar Nederland zat... Maar dat zie ik deze jongeren niet meer doen van mid-20. Nederland zat toen in een andere context in verband met de verzuiling in Nederland. Nee, joh, je hallo, was veel meer bewust hallo. Van politiek. Wacht maar even. Ik vind dat jongeren zijn nu met politiek niet minder bezig. Ze zijn op een andere manier bezig. Ze zijn meer met maatschappelijke vraagstukken, problemen, behoeften bezig. Maar dat is de vraag die ik heb. Want... Wat ik net al zei, het Sociaal Cultureel Planbureau, hè, dat zegt omdat ze zijn minder maatschappelijk betrokken. Ja. Ze zijn hedonistischer, ja, egoïstischer zou je kunnen noemen. Ja. Meer op geld georiënteerd. Ja. Merk jij dat in jouw beleid? Of is dat een probleem in jouw beleid? Of heb jij geen enkel probleem om jongeren te bereiken en te activeren om mee te doen met dingen die de gemeente Amsterdam aangaan? Je hebt altijd een segment binnen het jongerengeheel die betrokken willen zijn. Mm-hmm. En die kunnen wij bereiken. Het gebeurt ook soms dat 's morgens kom ik naar kantoor en dan bel zo een jongen. Dat had ik van de week. Een jongen die kwam in Amsterdam wonen van ergens in het zuiden van het land. En ik woon nu in Amsterdam en ik wil graag actief worden. En bij wie kan ik terecht? Het is prachtig. Kun je hem dan flap allemaal informatie geven? Ja, dan vertel ik hem wat voor organisaties hebben wij in Amsterdam en waar kan ik terecht. Ja. Dat doe ik wel. Ja, ja, ja. En als wij jongeren nodig hebben om... Onze motto bij jeugdzaken is jeugdbeleid doe je samen met jongeren. Ja. De ontwikkelingsfase en ook bij de uitvoering. Dan hebben wij vaste clubs van jongeren via het jongereninformatiecentrum, de site. En via maatschappelijke organisaties, via het stedelijk jongerenwerk. Ja. We hebben een paar jongerenpanels en daar bereiken wij de jongeren. En daar luisteren wij ook naar de meningen van jongeren. En die meningen gebruiken wij als input voor het verder ontwikkelen van beleid. Wat zou je nou het liefste willen, Alon, die heb je meegenomen? En wat zou jij nou graag... Hoe oud ben je eigenlijk, Alon? 5,5. 5,5. Wat zou jij nou graag zien voor Alon? Moet een hele actieve, actief politiek dier worden... die zich midden in de maatschappelijke woelingen stort... en de discussies aangaat met alles en iedereen? Ja.
Dat zou ik heel graag willen. En ik denk dat het zit ook in hem. Ja. Maar ik ben moeder van 2 kinderen. Ja. En mijn oudste zou dat nooit doen. En daar heb ik alle respect voor. Ah, oké. Maar je ziet het in hem, zie je het al. Ja, iedere kind ziet anders in elkaar. Ja, kijk, en dat een jongere niet naar zo'n saaie bijeenkomst met van die tafels met rode kleedjes en koffie en dat is 4 uur over statutenledenvergaderingen wil komen, ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Maar dan wil toch een normale volwassene ook niet naartoe? Daarom, dus dat PvdA niet niks gezegd heeft van maak het een beetje leuk. Ja. Ja, dat geldt voor jong en oud toch in feite. Ja, het moet een beetje boeiend zijn. Ja. Moet dat gebeuren. Oké, even naar jou, naar de gemeenteraad. Jullie hebben Wim Polak herdacht. Ja. Oud-burgemeester. Heb jij hem nog meegemaakt? Ja. Nee, ik was 6 volgens mij toen hij hier de raad in kwam. Dus ja, dat is heel lang niet als burgemeester neem ik aan. Ik woonde in Amsterdam toen hij burgemeester was. Dus de kroning heb ik meegemaakt. Ja. Ik heb kennis met hem gemaakt, maar nooit echt mee gewerkt. Zeg Nee. Wat heeft die man nou voor de stad betekend? Want het is altijd zo natuurlijk, op het moment dat iemand is overleden, dan komen er allemaal mooie woorden. Mm-hmm. Hij wordt erg geassocieerd met de tanks door de straten van Amsterdam. Hè, voor de eerste keer weer na de Tweede Wereldoorlog. Een heleboel commentaren zeggen, daarmee wordt hij onrecht aangedaan, want hij heeft veel voor de stad betekend. Maar hoe zou jij dat formuleren, wat hij voor de stad heeft betekend? Als je terugdenkt aan Amsterdam in die tijd, hadden we een Amsterdam dat aan het verloederen was. Een heleboel huizen die op instort stonden, slechte wegen. Nou, je had een heel ander verkeersbeleid, dat je zat constant vast, hè, auto's op bruggen geparkeerd. Het was eigenlijk een beetje een rommeltje. Dat kwam onder andere omdat we te weinig geld hadden. En hij heeft geholpen met die financiële situatie saneren. Ja. Waardoor wij nu een gezonde stad hebben. Hmm. Dat, waardoor wij een gezonde financiële basis. Ja, ons werk gewoon uit kunnen voeren. Hmm. Nou, mede door hem hebben we nu dit stadhuis. Je kunt daar van alles van zeggen. Dat is een beetje twijfelachtig of dit dat nou... Ja, zijn de Amsterdammers daar zo blij mee? Met dit stadhuis? Kijk, toen het er nog niet stond, was het een leeg gat in de stad. Mm-hmm. Eng en gevaarlijk 's avonds en er liep niemand. Mm-hmm. En nu is het gewoon een deel van de stad. En er lopen mensen, er is een mooi terras. Het leeft niet alleen overdag als het licht is, maar ook 's avonds. En ik werk in dat stadhuis en dat bevalt me. Ja. Wat zijn voor jou de grote issues die op dit moment spelen in Amsterdam? Waarvan je denkt dat daar is ook echt politieke discussies en dan vind je ook dat Amsterdammers zich daar goed bewust van moeten zijn. Want het zijn belangrijke keuzes die gemaakt worden. De belangrijkste zaak van deze week, denk ik, was de Noord-Zuidlijn. Dat was niet een discussie even in Amsterdam, maar in Den Haag. Mm-hmm. Eindelijk hebben we dankzij het CDA ook nu de beslissing gekregen dat we mogen gaan bouwen. Ja. En dat is zeer ingrijpend. Mm-hmm. Hartstikke goed. Het zal nog een paar jaar duren voordat hij rijdt. Maar dan komt Amsterdam-Noord toch een stuk dichter bij de stad. Dus dat heeft allemaal nieuwe ontwikkelingen tot gevolg. Ja. Het is een heel belangrijk besluit. Ja. En ik durf je te zweren. Wij juichen wel. Mm-hmm. En het zal nog een hoop werk geven. Mm-hmm. En we zullen met z'n allen nog best wel regelmatig kankeren. Mm-hmm. Want het gaat natuurlijk op de schop. Ja, dat gaat flink wat op de schop. Flink op de schop. Ja. De lobby van de anti-metro lobbyisten werd geroemd door de Kamerleden. Die zeiden dat we zeer adequate informatie steeds gekregen. Heel goed welkom terug, Alon. Ja. Heel goed voorzien van alle informatie. En de gemeente Amsterdam heeft het veel slechter aangepakt. Het CDA met name zei dat. Van als Amsterdam de volgende keer weer zo aanpakt, dan gaan we echt gewoon alleen al uit principe tegenstemmen. Omdat ze hautaine houding hebben. Hoe reageer je? Ja, is dat nu al zo? Hè? Ja, dat weet ik niet. Dat wordt gezegd. Er was een krantenbericht. Het CDA heeft dat gezegd. Ja. Partij van de Arbeid en GroenLinks-Kamerleden zeiden iets heel anders. Dus ik weet niet of dat zo is. Wat wel in elk geval erkend werd, was dat de lobby anti-metro, bijzonder goed georganiseerd. Ja, dat was ook in het hele voortraject zo. Ja. Dat, want zelfs de PvdA zei van ik begon te twijfelen aan het vaste standpunt wat ik had over de Noord-Zuidlijn. Mm-hmm.
Maar dan even het CDA. Even de Amsterdam wordt wel eens vaker verweten hautain te zijn. Juist in Den Haag. En ik kom er ook wel eens. En dan wordt Amsterdam wel eens verweten dat ze wat hautain zijn. En als je maar een paar van die topfiguren benadert, dan is het wel goed. Nou, ik blijf zeggen van het is wie je spreekt. Als het te vaak gezegd wordt, is het niet goed. Laten we daar geen misverstand over laten bestaan. Ja. Er zijn een heleboel onderwerpen geweest waar wij gewoon heel prettig zaken gedaan hebben en nog steeds doen met Den Haag. Ik hoorde dat het laatst van Boksel in een grote stedenbeleid overleg gezegd heeft van dat we hebben net de plannen daarvoor ingediend. Ja. Van mooie plannen. Okay. Wij zien heel veel Kamerleden eigenlijk op werkbezoek in Amsterdam. En dat is wel een goede verhaal. Ben daar wel eens bij en dat loopt heel lekker. Okay. Als het, wie de schoen past, trek hem aan, denk ik. Ja, Dena, wat is volgens jou het grote issue in Amsterdam? Momenteel? Momenteel. Ik vind dat jongeren en veiligheid is een hele belangrijke issue momenteel in de stad. Mm-hmm. Jongeren zitten heel hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Ja. En dan heb je ook link met veiligheid van jongeren. Ja. En rondom jongeren, dan praat je over voorzieningengebruik, over onderwijs, mm-hmm. over diversiteitsbeleid, participatie in maatschappelijke projecten, politieke projecten. Ja. Maar jongeren is gewoon een hele belangrijke issue. Nou had Quincy het net over het respect wat hij voelde, hè, voor de jongeren onderling. Dat allemaal goed liep. Merk jij dat ook of maak jij je er zorgen om? Nee? Ja, op je vorige vragen zei ik dat wij de volwassenen maken soms problemen van dingen dat eigenlijk niet bestaan. Aha. En als we over jongeren praten, dan moeten wij niet vergeten dat met 85% van de jeugd in Amsterdam gaat ook heel erg goed. Ja. En dat zie je ook over de respect en de tolerantie. Ze weten niets anders, mm-hmm. behalve het feit dat ze wonen in leven in een hele integratieproces. Ze maken deel uit van een integratieproces. Integratie tussen de verschillende culturen. Ja. De jongeren wonen in een culturele samenleving. Ja. Dus mijn zoon weet niets beter. Dat hij heeft vrienden uit verschillende culturen, uit verschillende achtergronden, met verschillende namen, die verschillende talen spreken. Ja. En dat gaat goed. Dat is het is de werkelijkheid voor hem. Ja. En wij als volwassenen hebben dit proces niet meegemaakt. Maar. En voor ons duurt het nog een tijdje voordat wij dus de brug. Dat is niet het grote issue. Het samenleven, dat is niet het grote issue van Amsterdam. Het is meer de positie van jongeren en hoe ze zich ontwikkelen en hoe ze, of ze aanklank vinden. Maar dan neem ik aan dat je het ook hebt over die 15% die over het algemeen geacht wordt de boot te missen. Nee. Wij benaderen jeugdbeleid vanuit het positivisme. Ja. Dat betekent dat je kijkt naar de totale 100% van de jeugd. Ja. En dan zeg je, er zijn problemen. Ja. En aan die problemen moeten wij tegemoet komen. We moeten wij oplossingen voor vinden. Dat is de 15%. En ook binnen de 15% praat je alleen over 5% die echt in aanraking met politie, justitie enzovoort komt. Met de 10%, dat is zo tussengeval. Ze lopen tegenaan. Ja. Maar voor de 85% moet je ook een leefbaar Amsterdam creëren. Mm-hmm. Je moet voldoende voorzieningen, goede onderwijs, het uitgaan circuit moet goed geregeld worden, veiligheid. Al die issues moeten goed geregeld worden voor ze. Mm-hmm. Ze moeten hier prettig kunnen wonen. Mm-hmm. Doe jij iets voor de jongeren? Reken maar. En wat doe je dan? Wat is het meest recente wat je gedaan hebt? Nou, het hardste gelopen voor jongeren heb ik voor de verkiezingstijd. Ik heb toen samen met PvdA'ers uit de hele stad heb ik een brochure geschreven, Zorg in de aanval. En dat was. Zorg in de aanval? Heette dat, ja. Zorg in de aanval. Ja, dus uit de defensie of zo? Mensen staan bovenaan voor ons. Ja. En een van de belangrijkste onderwerpen in dat verhaal was de jeugd. Mm-hmm. In de vorige periode hadden we al veel aandacht aan jongeren gegeven. Zo van opbouwen, wederopbouwen kan je haast wel zeggen, van onderwijs. Mm-hmm. Aandacht voor criminele jongeren, werkloze jongeren. En dat voorjaar 98 hebben we als PvdA gezegd van dat is niet genoeg. Jongeren en achterstand alsmaar koppelen, dat is onzin. Dat is niet de realiteit meer. Dus het gaat niet alleen maar om achterstanden werken. Het gaat ook om emancipatie ontplooien. Dus jarenlang hebben we bezuinigd op een hele hoop jongerenbeleid. Ja. Mm-hmm. Dus iedereen moet het zelf maar kunnen betalen. En dat is natuurlijk niet zo. In Amsterdam kunnen een heleboel jongeren het zich niet permitteren lid van een sportclub te worden,
op kunstonderwijs of educatie te gaan. Dus, maar dat is allemaal vervat in projecten, hoe dat dan wel gerealiseerd kan worden. Dus we hebben gezegd, investeer in de jeugd. Dat ze niet alleen vanuit hun negatieve zin niet crimineel worden, zeg maar maak het ze leuk. Ja. Dus zorg dat er weer een boeiend netwerk komt van allerlei jeugdactiviteiten. Ja. En we moeten constateren dat er nu een grote kaart van Amsterdam is met witte vlekken daarop. Mm-hmm. Dus een groot deel van de jongeren sport niet, wil dat wel. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Jij zei even vooraf, je bent deze week bezig geweest met kinderopvang. Hoe ben je daarmee bezig geweest? Wat moet ik me daarbij onderdeel van jongeren- en jeugdbeleid vind ik kinderopvangbeleid. Ja. Eigenlijk is dat heel lang niet een jongerenbeleid geweest. Dat was ouderbeleid. Ja. Ouders wilden hun kinderen veilig opgeborgen. Mm-hmm. Nou, wat je nu ziet is dat er, als het gaat om de opvang voor kinderen tot 4... Ja. Daar zitten we te springen om plekken. Plekken, ja. Want er is ook een beetje een geboortegolf aan de hand. Ja. Er zijn al die dertigers uit mijn kringen. Gaat het dan om de oudere kinderen? Die worden nog steeds bij die opvang van kinderen, jonge kinderen gestopt. Die hebben dus meer... er wordt op ze gepast, maar er zijn nog veel te weinig plekken waar het ook leuk voor ze is. Waarom gaat dat zo traag? Weet je wat ik nooit begrijp? Want er is een gigantische markt voor. Volgens mij willen ook een heleboel mensen betalen. Jardena, jij hebt twee kinderen, zeg je. Klopt. Eentje al oud genoeg, volgens mij, om niet meer naar een crash te hoeven. Gaat Alon naar een crash? Geen naar een crash? Alon? Nee. Hij heeft geen plaats in de naschoolse opvang. Want? Dus het is vol. Het is vol. Ja. Hoe kan dat? Als er zo'n markt is voor... jij zou het graag willen. Ja. Want je moet ontzettend veel regelen in je werk om het voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, zo ken ik tig mensen in mijn omgeving. We hollen steeds achter de feiten aan. Dan is mijn eerste vraag. Waarom hollen jullie achter de feiten? Niemand had gedacht eigenlijk dat vrouwen zo hard naar de arbeidsmarkt zouden lopen. Dus zouden willen blijven. Dat is een van de grootste knelpunten. Oké, maar dat weet je dan nu? Het tweede is dat er meer kinderen zijn in Amsterdam. In sommige buurten hadden we er helemaal niet meer op gerekend dat ze zouden komen. Mm. Dat gebeurt tot mijn grote genoegen trouwens wel. Mm-hmm. Nou, nu is het zo dat het wordt wel erkend. We hebben op dit moment iets van 3000 plekken, 4000 plekken. Mm-hmm. En we krijgen er de komende jaren van het Rijk 4000 bij. Dat betekent dat we... Komende jaren of komende jaar? Jaren, dus tot en met 2002. Mm-hmm. Want het is, even voor de goede orde, het is geld van het Rijk. Maar jullie krijgen het als gemeente en jullie moeten dan bepalen waar het heen gaat. Klopt. Welk stadsdeel wat krijgt of wat dan ook. Dus we gaan enorm investeren in die kinderopvang en naschoolse opvang. En daar liggen bij de oudere kinderen de grootste knelpunten. Ja. Maar dat moet wel allemaal gebeuren. Hè? Dus er moeten pandjes gevonden worden. Ja. Er moeten mensen gevonden en opgeleid worden. Okay. En er moet op een hele creatieve manier iets verzonnen worden, vind ik. Waardoor zeker kinderen vanaf een jaar of 8 zelf kunnen kiezen hoe ze opgevangen worden. Dus zeg maar, dat je bijvoorbeeld kan zeggen van ik wil één middag muziek, ik wil één middag computer, een beetje maatwerk levert. Ja. Dat is ook echt waar je schreeuwend behoefte aan hebt. Ja, en dat gebeurt ook. Dus vanuit het beleidskant, het gebeurt ook. Men is echt mee bezig om een hele gevarieerde soort opvang te creëren. Waarbij kinderen van alles kunnen. Even van de marktkant, want daar sta jij dan op in die zin. Want jij bent een vrager. Nee, daar hou je wat vind je van zo'n initiatief die er in de binnenstad... Alon, moet je even laten staan hoor. Die in de binnenstad een grachtenpand kopen en voor ontzettend veel geld kinderplaatsen creëren. Want dat gaat natuurlijk dan gebeuren ook. Geweldig. Ze zoeken het. Jij vindt het goed? Ja, ja, waarom niet? Ja, omdat misschien te elitair wordt? Nee, omdat voor hetzelfde zullen ouders die alleen in de binnenstad werken... en misschien helemaal ergens in de tuinsteden of buiten Amsterdam wonen... gebruik van maken. Okay. Want de kinderen moeten ook opgevangen worden. Kijk, voor de PvdA is het natuurlijk zo dat... je kan niet roepen, vrouwen uit de bijstand gaan aan het werk. Hè, nee. In oude gezinnen. Daar waren jullie en dan niet geen voor. Ja, dat kan je wel roepen. Ja. Maar dan moet er wel opvang. Je kunt alles roepen, maar er moet dus opvang voor zijn. Dus in Amsterdam is het zo dat er op dit moment ontzettend veel vrouwen in de bijstand... Ja. In opleiding zitten, in werktrajecten. Ja. En op de wachtlijst. Dus wachtlijst voor... Voor de kinderopvang. Voor de kinderopvang. En niet kunnen gaan werken omdat ze gewoon... Wij vinden dat gewoon maar is de PvdA voor dat soort initiatieven die er in de grachtengordel worden genomen? Want dure grachtenpanden en in Zuid geloof ik ook een huis. En dan
waanzinnig duur ingericht. 4000 gulden per maand voor één kindplek, weet ik veel. Maar... Nou ja, kijk, voor een deel gaat natuurlijk wat de ouder betalen wil. Dan is de vrije keus. Ja. De opzij van deze maand bijvoorbeeld staat helemaal vol met leuke voorbeelden. En als er kinderen, wat? Voorbeelden van wat? Van allerlei soorten van experimenten van kinderopvang, na schoolse opvang. En nou, als je kinderen hebt die 3 dagen per week op de kinderboerderij geiten willen voeren of paard willen rijden. Dan als dat betaald wil worden en georganiseerd kan worden, moet dat ook. Okay. Wij als overheid hebben het natuurlijk over gesubsidieerde opvang, over uitbreiding van tijden, zodat je ook als je wisseldiensten draait terecht kan, dat soort zaken. Okay. Ik dank jullie hartelijk. Eigenlijk had ik nog wel een vraag hoor, namelijk of jullie een gedicht van Amsterdam uit je hoofd kenden. Ik niet. Alon, heb jij een gedicht over Amsterdam? Een liedje over Amsterdam? Ja, een liedje ken je wel. Amsterdam, die mooie stad? Nee. Ken je dat niet? Artiesten gaan nog een beetje over artiest. Ken jij nog een gedicht over Amsterdam, Ben? Uit je hoofd? Echt uit mijn hoofd? Ja. In totaal niet. Nee. He, domweg gelukkig in de Dapperstraat. Ja, die heb ik precies. Dat zijn natuurlijk hele bekende. Ja, ja, ja. En dat hele gedichtenboek wat erover is, dat heb ik wel 2 keer gelezen. Maar ik ben niet zo van teksten uit mijn hoofd. Uit je hoofd, oké. Okay. Ja. Ik dank jullie hartelijk. En wellicht had wel een ik dat andere geweten? Keer. Ja, nee, ik mag ook graag mijn gasten overvallen met dit soort dingen. En ik heb wel een paar gedichten uit mijn hoofd, maar niet weer specifiek van Amsterdam. Dus ik heb de vorige keer wel een paar voorgedragen. Zonnige septembermorgen van Marsman. Hoe is die dan? De zomer en de late rozen zijn zacht ontbladerend uitgebloeid. Het gouden vuur, het hete blozen, tot oktobergoud vergloeid. En dan komt er die passage over die grachten en de meisjes langs de grachten. Maar ik ben nooit verder dan over het eerste compleet. Maar altijd als het oktober is en ik over de grachten loop. Oké, okay. ik nodig jou de volgende keer dan voor een volgende keer uit. En dan neem je het gedicht mee en dan gaan we dat even... Van Marsman was het. Van Marsman. Oké, okay. Beja Irik, Jadena Sjitriet, Alon is alweer vertrokken. dit was Agora, volgende week wederom. Tot ziens.